Ondanks de stijging van de overslag met in totaal 6,8% dit eerste halfjaar zijn er ook tegenvallers. Bijvoorbeeld de overslag van erts, schroot en kolen. Grotendeels een reflectie van wat er in China gebeurt. Daar zien we dat er minder vraag is naar staal. Ertsen zijn een grondstof voor de staalfabrikage. Maar over het algemeen is de havendirectie optimistisch, ook over het komend half jaar. Met name de toename van de overslag van olieproducten met bijna 30%. Tja, en de Rotterdamse haven wordt nog steeds gezien als een van de indicatoren voor de totale economie in ons land. Nou, dat zouden we natuurlijk hopen met z'n allen, dat de economie ook met 6,8% zou groeien. Helaas is dat niet zo. Die 6,8%, ik zei net al even, die oliesector die groeit, is met name zo hard gegroeid vanwege de onzekerheid in de oliemarkt. Daar is een enorme prijsval heeft daar plaatsgevonden in het laatste jaar. Dus die 6,8% is grotendeels door die oliesector. Ja, en dat is weer een uniek fenomeen op zichzelf en niet onmiddellijk een indicatie van de algehele economische stabiliteit en groei van een regio. Veel aandacht voor het milieu en de werkgelegenheid de komende tijd en een schuin oog gericht op Griekenland. Met name voortvloeiend uit de diepe crisis daar. De haven van Piraeus staat in de uitverkoop. Maar uiteraard moet je kijken wat significante investeringen in Griekenland zou kunnen betekenen voor de volumestroom, bijvoorbeeld in de containersector. Ja. Met de vakbonden is inmiddels overeenstemming bereikt en wordt onder leiding van Kastelein gesproken over werkgelegenheid op de korte, de middellange en de lange termijn.